Welkom dames en heren bij deze gloednieuwe aflevering van No Limits with Bulk Turtles. En in aflevering 3 gaan we weer verder. En zoals jullie zien heb ik de panel afgemaakt. En dat met de reden omdat we anders al 3 afleveringen aan een baan zitten te werken. Wat ik dus heb afgemaakt, jullie weten het op een voorkeur zijn gestopt hier bij de spiraal. Ik maak eerst nog wat heuveltjes, dan gaat hij hier omhoog, gaat hier daar een stukje remmen. Moeten we allemaal in de wind zetten, dat is wat we nu gaan doen. Dan gaat hij weer omlaag, maakt hij wat hobbeltjes. En dan komt hij alweer aan. Het is eigenlijk een appel met heel veel hobbeltjes. Hij is dus klaar. Als je hem nog niet zelf hebt afgemaakt, doe het maar even, zet de video dan maar even pauze. Ik zal wel even zeggen hoe je moet connecten op het einde, want op het einde heb je dan zeg maar het beginstukje en het eindstukje, maar hier zie je al, dit is nu het driehoekje daarvan. Dus dit is de connection. Wat je doet, je hebt dus het pijltje wat naar voren wijst, dat blauw pijltje zeg maar als je hier dus hebt, en dan heb je hier dat vierkantje, het draaidoekje. Je houdt ctrl en je selecteert ze alle twee en drukt erboven op connect. Nu gaat dat niet als je twee dingen doet. Zet wel met mixtree, dat kan je wel doen, maar ik zal het maar even niet doen. Voilà. Wij hebben dus de baan af. Als de baan af is, moeten er heel veel dingen zijn ingesteld. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst een ritje maken. Okay. We hebben dus de optakeling die ik even snel ga doorskippen. Daar gaan we nog van alles inzetten. Goed, we gaan dan naar 100. Heel snel, maar dit is nou niet de officiële snelheid. Het is gewoon snelheid, moet kijken als er geen knikken zijn. Dan gaan we weer naar 100. Dan gaan we terug omhoog. Dan gaan we een bochtje maken. Dan gaan we weer naar 100. Dan maken we weer een heuveltje. Dan gaan we weer naar 100. Dan maken we weer een scherpe bocht. Dan gaan we weer naar 100. Terug naar boven. Dan gaan we de spiraal maken. Die we vorige week gemaakt hebben. Ja, eigenlijk vorige week inderdaad. Eigenlijk een tijdje geleden terug. En hier klopt er iets niet. Zie ik. What the fuck is dit? Oké, maar goed dat ik nu even de baan check. Ik ga even kijken waar het weer zit, dat knikje. Dus ik ga dit even opnieuw fatsoenlijk maken. En ik zie nu dat hij eigenlijk dat die baan heeft geselecteerd. Maar dat is niet de bedoeling. Ik moet maar dit. En nu doet hij nog te veel. We moeten het even van bovenaf gaan. We moeten het van bovenaf gaan bekijken eventjes. Het is een heel raar stukje opeens. Het is, hoeveelste heuveltje is dit? Oké, dit is het. De eerste daling had een beetje schuim, maar dat maakt niet veel uit. Dit is het tweede heuveltje. Dus dat is, even kijken hè. De eerste daling had een beetje schuim. Nee, het is hier zo. Hier was het volgens mij. Die ging een beetje schuim en dan had je hier dan dat heel raar ding. Dus ik ga iets meer selecteren hier zo. Zo. En dan gaan we dat weer even smoeten. Net heb ik heel lang moeten wachten, heel eerlijk gesmoet, want dat hele laatste stuk, dus van hier, dit stuk, had ik helemaal gesmoet. En dan heb ik echt eigenlijk 3-4 minuten moeten wachten. Dus dat heb ik gewoon wat anders gedaan. Dat duurde echt heel lang, maar dit is nu wat sneller, want dit is niet te veel. Het is ook weer mooi weer, het is vakantie, ik moet alleen nog terug maandag voor een eindactiviteit en mijn rapporten gaan halen s'avonds, en dan heb ik vakantie. Ik hou jullie daar op de hoogte van mijn rapport. Oké, let's check it out. En hij doet het nu wel fatsoenlijk. Kijk, weer het hupla. Dan gaat hier. Dus dan gaat hier ook een heel raar omhoog. Maar eigenlijk op zich moet dat fatsoenlijk gemaakt worden. En nu selecteer ik het weer. Maar ja. Dan moeten we weer zo gaan doen. En opletten dat hij niks anders selecteert. Kijk, ik selecteer heel die optakeling en shit mee. Jezus, wat is dit toch een gedoe, dames en heren. Voor een beetje te voor iets te selecteren, wat een gedoe. Zit het nu wel weer goed? Nee, maar nu selecteert hij daarachterin nog een stuk mee. Dat mag niet. Dat stuk mag niet mee geselecteerd worden. Maar dat doet hij dus vanzelf. Ja, ik denk dat we dat gewoon gaan laten op zich. Ja, oké, dan gaat hier een keer ruimen. Dan hebben we naar 100. We hebben weer wat heuveltjes, 1 heuveltje, 2 heuveltjes, de derde heuveltje, het vierde heuveltje en dan stopt het verzijn nog niet, want dan hebben we een vijfde laatste kleine heuveltje en dan ziet hier in de rammetjes, wordt die doorgetaxied en komt hij weer aan het station. Goed, we gaan dus nu de instellingen plegen. En dat gaan we doen als volgt.
We hebben natuurlijk ons station gedeelte. Ik kan nu even naar het station doorvliegen met dit. Dan gaan we kijken waar het station moet beginnen en eindigen. Hoe we dat doen, we pakken add type separator. Dus zet er ook aan add more for adding a section type, separators, set boards, or lift, break station enzovoort. We gaan het station niet daar laten eindigen, maar je klikt dus gewoon op de baan. Dan zet je hier zo'n rondje. Ik ga dat hier doen. En dan hier. Je ziet hier dus het stukje baan afgezet. Dan kan je nu tussen klikken op de baan. Dan zie je dat het geel ding wordt. Dan druk je hier op session type. Dan staat de track, lift, station lift, transport, break en stockage. Maar wij moeten station hebben. En je ziet ook dat er gelijk treintjes opkomen. Nu, die treintjes gaan we eerst even instellen. Tot wij weten dat wij hoeveel treintjes we hebben. Dus coaster properties. De naam tutorial, de tutorial coaster description. Trains, we hebben number of trains, car per train, daar maken we 8 van. De color setup hoeft niet per se, we drukken op oké en er is een treintje bijgekomen. Wat we nu doen is we slepen dit bij, zo kort mogelijk bij elkaar, dat hij er binnen past. Hij moet er gewoon binnen plassen, passen. Zo, hij past er nu perfect binnen, dat is het station. Dan gaan we de kettinglift erop zetten. Dat is hetzelfde principe. Add type separator, we klikken hier, we vliegen helemaal naar boven, we zetten het einde van de ketting hier zo, een beetje op de daling, dan klikken we erop, dan doen we weer hetzelfde, maar dan maken we lift. Lift is groen, het station is bruin, remmen zijn paars of roosachtig en de, wat was het, de wieltjes of de taxi zeg maar, transportstukken zijn geel. En het, de opslag is in het blauw. Maar dat heb ik nog nooit gebruikt, dus ik weet eigenlijk niet precies hoe dat werkt. Gaan we hetzelfde hier doen. Klik en klik. Hetzelfde principe. Maar dan break. Je ziet ook dus inderdaad dat hij nu paars is. Wat we nu gaan doen is nog wat instellingen. Voor de kettinglift hebben we natuurlijk de trapjes aan één kant en zo, die moeten we nog gaan instellen. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst de baan kleuren instellen. Ik heb besloten om mijn coaster Go Light kleur te geven, groen met zwart-grijs ondersteuning. Dus coaster properties, colors. Wat dit eigenlijk is, weet ik niet. Het is een wireframe track. De rails moeten we dus groen. Daartussenin zal ook maar groen maken. Support, wat zijn supports? Supports moeten we dus grijs maken, maar dan gaan we dus grijze supports. Zo, dat grijs is wel goed denk ik. Main spine maken we ook maar groen. Ik denk dat het allemaal voor de baan is. De karretjes zijn dus ook groen, maar dan gaan we een donkerder groen voor pakken. Het setje maken we zwart. Dan het harnas is ook gaan we zwart maken of gaan we dat het grijs tintje geven. De bougie, dit gaan we ook maar dat ene groen geven. De chassis ook maar dat ene groen. En een tunnel hebben we niet. Makkelijk. Dit is even voorlopig. Wat we nu gaan doen is de coaster voor de eerste keer freezen. Zo krijgen wij alles van staal en we zien alle kleuren. Ik ga het even eruit knippen, want dat kan best lang duren. Daarna gaan we eens even kijken als we alles goed hebben gemaakt. En voilà, dames en heren, hij is gewoon gefreeze. Je ziet hier ook al de kettinglift met de tandjes erop. De groene baan. Het station is helemaal gemaakt. De karretjes zijn goed. Precies zoals ik het wou hebben. Ook de hele baan is dus klaar. We zien wel nog geen ondersteuning, maar dat komt nog. De remmen. Hoe zit dat? Zijn die ook er gezet? Jawel, ze zijn er ook. Kijk maar, hier staan de remmetjes. Dus dit is onze baan, dames en heren. Een groene mooie baan. Je ziet hier ook de karretjes. Ze zijn perfect zoals ik het wou. Kijk eens aan. Ze zijn helemaal perfect zoals ik het wou. We gaan hem terug unfreezen. Dat is gewoon hup. En dan spurken unfreeze. We gaan nu de instellingen doen van de kettinglift. En dat houdt in dat wij dus een trappetje er langs gaan doen. Maar ook het station moeten we even de instellingen bekijken. Dus we klikken op het station stuk. En dan op track en dan type settings. Dus station. Dat doen we gewoon. Station, hè.
de rating time, dat is de staling en zo. En dan kunnen we nu kijken voor alles. Dus een full building, no roof, gates only, hide all. We kunnen hier eens instellen hoe we het laten zien, maar we doen een full building met een dak en alles erop en aan. De ingang maakt niet uit. En dan kan je ook instellen dat je alleen een load. Dus dat je twee stukken stationen, maar dat hebben wij niet. De dakkleur gaan we, is nu dat zwart, maar ik denk, gaan we het gewoon zwart maken. De rails, de hekken gaan we niet geel laten, denk ik. We gaan ook een beetje het grijs tintje gooien. Samen met de gates color, die gaan we in hetzelfde tintje gooien. Rating time, hey, wacht eens, dat is allemaal goed, denk ik, hè. Synchron dispatch wit, dat hoeft allemaal niet. Brake device. Transport, speed, 8 km, maak daar maar 10 van. Dat is met wieletjes, ik denk dat we daar een motor van gaan maken. Ik kan ook eens een lounge pakken, maar dat doen we allemaal niet. Ik denk dat we zo klaar zijn daarmee, met dit hele station. Oh, ik klik verkeerd. Ja, ik klik op een ander knopje. Maakt niet uit. Oké, dat is al één ding ingesteld. De tweede ding is de kettinglift. Daar hebben we ook nog wat werk aan. Dus het is hetzelfde. Niet style, want dat is allemaal dingen. Type settings, dat is dus lift. De speed, daar gaan we 15 per uur maken, want dan gaat dat nog lang duren. Motorrad end. Dat is met een ketting. Geen wieletjes. Oké. Dan gaan we toch nog naar de start settings, want dan moeten wij... zoals jullie dus... We gaan aan de rechterkant een trappetje doen. Met lampjes eraan. De lampjes, wacht. We gaan eerst de lampjes eraan. Die gaan we gewoon wit maken, denk ik. En dan zo. Die komt er nu nog wel niet te staan. Maar als we hem weer freezen, komt het er wel weer te staan. Dan gaan we over naar het volgende. En dat zijn deze remmen. Die moeten we nu ook instellen. Want daarna gaan we daar ook even, als die laatste remmen geplaatst zijn, een testrondje draaien. Dat is dus... Type settings, dat is dus brake 1. Het is een block brake en ik denk dat die zo wel goed staat, nee. Dat kunnen we zo laten staan. Zo is het goed, denk ik. Dan doen we ook weer hier een style settings aan beide kanten. Dus het is beter dat we nu met dat gaan werken met catwalks. Vervolgens gaan we naar het einde door en gaan we op het einde onze dingetjes zetten. Onze remmen, die moeten we nu gaan zetten. Dus we gaan even kijken. Dit is dus het kijken waar de bocht begint, gaan we het transportstuk moeten plaatsen. Het type zetten we dus, we doen van hier tot en met daar remmen. Dat is een heel lang stuk remmen. Maar waarschijnlijk heeft je dat al nodig, want waarschijnlijk heeft hij met een hele snelheid aankomen. Ik kan zelfs nog een stukje uitbreiden met die ramen. Kijk, ik denk dat dit wel voldoende zal zijn. Dus dat is niet style settings, maar section type, break. En dan doen we de bocht hier. Is section type. Even kijken, section type, dat is dan transport. Hier is allemaal, oh, ja, volgens mij heb ik niet gepakt. Nee, heeft niet gepakt. Transport. Nu wel, je ziet, dus alle kleuren zijn aangepast. Goed. Deze remmen gaan we instellen ook, dat die, dus, type settings, dat is final break. Nee, break zo. Final break. Complete stop, waiting time, 0 seconds, dus die wacht dan niet. Die gaat gewoon volledig stoppen en dan door. De style settings gaan we precies hetzelfde doen als bij de eerste stuk remmen. Voilà. De transporters gaan we dan ook instellen. Dat is dus transport
before station. Before station. Dat pakken we een size van 10. Dat heb ik met wieltjes gedaan. Speeding down. Kunnen we dat eigenlijk? Waarom kunnen we dat niet aanpassen dit? Zit het maar iets anders? Waarom kunnen we not all coasters zelf? Ja, ah zo. Denk dat het. En dan moeten we nog de start settings pakken. En dat is dit, dit, dit en dit. Oké, we zijn klaar om een test te gaan doen. Maar voor een test moeten we weer freezen en gaan we eerst bekijken of alles nu goed is gezet. Dus we zijn zo weer terug. Et voilà. Daar is het dan. Heel de. Ja, alles is gezet. Hier is het trappetje. Die gaat helemaal door tot boven. Hier achteraan staat onze rem. Ik denk dat we gaan testen hoe we dat doen. We gaan eerst het park save. Dan drukken we op Ctrl X. Was het dat? Nee, Ctrl X. Ctrl C. Nee, Shift X. Nee, wacht. Het was dan Alt X. Alt en X. En dan kunnen we play drukken. Dan gaan we hem nu inladen. En dat duurt normaal niet zo lang. Kijk, hij laat al in. Ik ben echt benieuwd als het gaat lukken. Maar dit is dus onze achterban, dames en heren. Hij vertrekt al. Dat is al één ding. En hij haalt de ketting. Heel nipt. Oké, in principe gaan we dat zo houden. Dat maakt wel wat spannend. Dat is een begin al ontspanning. Hij haalt de ketting ook maar heel nipt. Je ziet dus ook de trap aan de rechterkant. Zoals gevraagd, die moeten we alleen nog even de juiste kleur geven. De lampjes zijn wel juist, maar ja, de kleur van de trap niet. We hebben de motor op het einde gezet. Dus normaal gezien gaan we daar ook het geluid van de motor horen. Ik hoor nu nog niks. Maar nu volgens mij wel. Denk ik. Ja. Min of meer. Ja. Oké. Okay. De eerste drop, dames en heren. Hopla, ik neem de speed er eventjes bij. We halen een hele hoge snelheid. Zoals jullie zien. Hopla, weer naar de 100. Een grote G-kracht. En hij doet het zeer vloeiend. Oh, wat heb ik hier naar huis gekeken. Met deze grote test, dames en heren. Wat heb ik hier echt naar huis gekeken. Niet te geloven, wat heb ik hier naar huis gekeken. Dit gaat wel heel snel, dames en heren. We hebben hier de spiraal, dat gaat hier wel al een beetje te snel, dus dat moet je even aanpassen worden. Ja, vandaag dat we hier zo wel een stuk remmen hebben dat niet echt veel doet. Hij remt wel af, hij heeft wel afgeremd, heb ik gezien. Maar hij ging echt wel snel op een gegeven moment. Oké, we gaan de speed weghalen. Hij ging echt wel heel snel op een stuk, maar we gaan dus nu aankomen en kijken of de remmen werken. I hope so. Yes. Maar dan hebben we hier een probleem, zo te zien, want hij gaat niet door. Maar hij remt al, dat is al iets, maar hij gaat hier niet door. Dat is het probleempje. Dus moeten wij wieletjes gaan zetten al vervroegd. Denk ik. Lijkt op eerst, ja, er zit niks anders op denk ik. Dat er wieletjes tussen moeten gezet worden, denk ik. Want anders gaat hij niet aankomen. Jo. Misschien is het simpeler dan dat. Ik denk dat wij gewoon iets heel simpel moeten doen. En het is hier gewoon de instelling pakken. Dat hij... Ja, oké, we gaan hem gewoon wat inkorten. Weet je, daar zijn we er ook vanaf. We gaan hem inkorten. Normaal gezien moet hij dan wel werken. We hebben ook nog heel wat werk aan deze achtbaan, zie ik. Want ja, hij gaat echt veel te snel. Waarom kan ik dit niet selecteren? Waarom kan ik dit niet selecteren? Oh ja, wacht. Oeps. Zo. We gaan hem inkorten en nu heeft hij iets fout gemaakt. Oké, wacht. Nee, die moet zo blijven. En dan gaan we hier dus nu eigenlijk een nieuwe time separator pakken en dan tot hier zetten. Dit stuk, nee. Dan, oh, niks connect. Foutje geklikt. Dit stuk wordt
Google Transport. Dit wordt Brake. Maar dan gaan we juist instellen, bedoel ik. Oh. Juist instellen. Brake. Instellingen. Dit is de final break. Goed, een complete stop. Maar je moet dus nog doorgaan natuurlijk. Enable transport door. Ah, zo moet je dat doen. Oké, weet je, kijk hè. Het is heel simpel. Deze gaat gewoon weg. Deze gaat gewoon weg. Kijk, hup, weg. Dan gaan we hier dit stukje allemaal toch break zetten. Want ik heb nu het gevonden. Ik heb het gevonden, dames en heren. Kijk. Dus section type wordt dan break. Style settings. Nee, sorry. Type settings. Dus final break. Complete stop. Enable transport device. Hij gaat dan verder met een 10 kilometer door. En dan gaat hij nu wel juist. Hij gaat dus nu ook wieletjes erin toevoegen. Want dat was ik dus aan het zoeken van hoe moet dat. Ik heb het nu wel gevonden. Maar we hadden hier een veel te hoge snelheid bij een heel stuk. Nu, ik ga hier deze remmen nog wat vervroegd laten beginnen. En wat vervroegd laten eindigen. Maar hier hadden we ook een heel stuk. Maar hier hadden we dus ook een heel groot probleem. Want hier ging het ook al veel te snel. Dus ik denk dat we hier een klein stukje in de daling remmetjes gaan toevoegen. Er zit niks anders op. Maar ja, het moet wel eventjes. Anders gaat hij echt veel te snel door die eerste bocht al onmiddellijk. Sorry, dat moest even eruit. Want ik had een klein probleem. Maar we waren bezig met deze remmen. En dit stukje zal wel voldoende zijn. Type settings, break in de ding. Hier gaan we dus geen dingen toevoegen van catwalk en zo. We gaan hem wel even instellen. Dus break 1. En dan moet hij dus een fiction break maken van 40. Maken we dat maar. Goed. Hey, oké. De section names are break. Gewoon break. Hopla. Normaal gezien zal het nu wat minder snel moeten gaan hier. I hope so. En anders hebben we nog een probleem. Maar ik denk het wel. We gaan hem nog eens freezen. Misschien duurt het echt lang niet afleveren. Maar we gaan hem helemaal afkrijgen. En we gaan hem nu nog eens testen. Dus ik ga hem nu freezen en gelijk inladen. En dan gaan we dadelijk eens een ritje maken. In deze achtbaan. Goed. Hij is opnieuw geladen. Ik ben benieuwd als je het nu wel zien is hier inderdaad dat er wieltjes zijn bijgekomen. Buiten de remmen zijn er dus ook wieltjes bijgekomen. En ja, we zullen zien wat dat brengt. Hè. Dus normaal gezien moet je nu door aan het transport op het einde. Maar ik ben eigenlijk meer benieuwd naar het stukje daarachter. Hij gaat dus inderdaad zoals wij hebben ingesteld 15 per uur omhoog. Zoals we hebben ingesteld. Maar dit heb ik eigenlijk niet nodig. Goed. De karretjes waren toch al helemaal in orde, dus daar hebben we geen problemen meer mee. Die karretjes zijn in orde, die banen zijn in orde, alleen de ondersteuning moet nog gezet worden. Dit is raar, linear van, om zo te zeggen. Maar goed, ik ben benieuwd als die remmen zijn werk gaan doen op het einde daar, dus in de afdaling. Zo niet, dan hebben we een probleem. Ik ga toch even alles erbij pakken zodat ik kan zien hoe de GeForce zijn. Want ik denk deze GeForce wel best mee. Ja, die valt best mee. Dat was wel even groot, maar oké, nu gaan we dus op zich geen hamer krijgen hier zo. Dat werkt. Dit heeft gewerkt ook. Dat is wel duidelijk. We willen niet meer zo'n snelle snelheid hebben, maar toch nog een snelle snelheid. Snelle snelheid. Klinkt raar. Maar dit komt. Weer in het rood, maar die remmen hebben hier wel gewerkt. Dat is heel duidelijk. Oh shit. No. Hij had het niet. Oh my god. Dit is een ramp, jongens. Hij had het hier niet. Nee. Oké, die remmen moeten daar denk ik toch weg. Anders had hij het gewoon niet. Chips. Ja, we hebben een probleem, dames en heren. Hij haalt het niet. Ik ga stoppen met deze aflevering, maar
dat zijn problemen die je zelf moet oplossen. Dat ga ik ook nog doen. Ik dank jullie voor het kijken. Misschien was het een lange aflevering. Mijn excuses daarvoor. Maar we hebben het ook al dag om klaar. Instellingen zijn gebeurd. Jullie weten alles hoe het werkt. In de volgende aflevering gaan we de bomen plaatsen. En de constructies van de ondersteuning. Blijf dus nog één aflevering kijken. En dan zijn we compleet klaar met deze aflevering. Het probleem hier ga ik zelf fixen. Buiten de opnames. En ik dank jullie nogmaals voor het kijken. En tot volgende keer met een nieuwe video. En dat is morgen natuurlijk. Lol in Disneycraft. Maar vergeet straks ook niet te kijken naar Akinator. Dus, tot vanavond. En anders, tot morgen. Bij lol in Disneycraft.